ooit het gevaar niet langer denkbeeldig is, onze marine is paraat. Toen in 1940 de koninklijke marine naar Engeland moest uitwijken, werd de opleiding aan het Koninklijk Instituut te Den Helder voortgezet in het landgoed Ennis House bij Falmouth. Falmouth is een der schilderachtigste plaatsjes in Cornwall, gelegen aan een baai die een natuurlijke haven vormt waar talloze schepen laden en lossen. Majesteits torpedoboot Jager van Galen ligt in Den Helder gereed voor vertrek. De familie van de bemanning mag aan boord afscheid nemen. En bij gevolg is het op het schip zo druk als in de Kalverstraat op zaterdagmiddag. Maar de stemming is ernstig. De van Galen gaat in de Koreaanse wateren de Evertsen aflossen, die dan 10 maanden deel heeft uitgemaakt van de zeestrijdkrachten van de Verenigde Naties. Omstreeks het middaguur is het zware ogenblik van het afscheid aangebroken. Om 11:15 wordt de tros losgesmeten en kort daarop glijdt de Van Galen langzaam van de kade weg naar open water. De goede wensen van het vaderland vergezellen schip en bemanning op de reis naar het Verre Oosten. Na een afwezigheid van ruim 3 jaar loopt Hare Majesteits torpedobootjager Evertsen met de UNO-vlag in top de thuishaven van Den Helder binnen. Als onderdeel van de zeestrijdkrachten van de Verenigde Naties heeft de oorlogsbodem van juli 1950 tot half april van dit jaar dienst gedaan in de wateren rondom Korea. De bemanning van 240 koppen die zo lang van huis is geweest wacht een overweldigende ontvangst. Heel Den Helder is uitgelopen om de torpedobootjager te begroeten. Aan de valreep begroet de commandant, de luitenant ter zee eerste klasse van Deurnik, zijn echtgenote en zijn dochtertje. En even later stromen de Jantjes in drommende kade op, waar ze niet lang naar hun familieleden hoeven te zoeken. Het wordt een begroeting die klapt. In de Waalhaven in Rotterdam liep deze dagen de Amerikaanse onderzeeboot Icefish binnen, die in bruikleen werd overgedragen aan de onderzeedienst van de Koninklijke Marine en die in het vervolg de naam Walrus zal dragen. Tezamen met prins Bernhard was een groot aantal autoriteiten de bemanning komen begroeten. De prins begaf zich met de Amerikaanse ambassadeur Selden Chapin en minister Staff onmiddellijk aan boord. De minister bezichtigde de commandotoren en begaf zich vervolgens in het inwendige van de onderzeeër. De Walrus, die in 1944 gebouwd werd, heeft een zeer moderne apparatuur waarin alleen een deskundige de weg kan vinden. Boven water kan het schip een snelheid bereiken van 20 mijl, onder water kan het ongeveer 10 mijl per uur varen. De bemanning bestaat uit 80 koppen. De Walrus is de eerste van een tweetal Amerikaanse onderzeeboten die onze vloot komen versterken. Het tweede schip, de Zeeleeuw, wordt binnenkort in de Nederlandse wateren verwacht. De vele reunisten die zich naar Den Helder hadden begeven om het eeuwfeest mee te vieren van de adelborstenopleiding van de Koninklijke Marine, bevond zich onder meer luitenant-admiraal Helfrich. Na de begroeting ging men op weg naar het Marineinstituut. De beide oudste reunisten, 83 en 84 jaar, liepen voorop in de stoet. Het bleek dat de marine nog niets van zijn vroegere aantrekkingskracht heeft verloren.
Intussen oefenen de mariniers in tropische wateren. We landen dus met 5 boten in de eerste golf, daarna 2 boten van de commandogroep en daarna weer 5 boten in de tweede golf. We vertrekken precies om 7:00 hier van het schip. Zodra we op het strand aankomen, rukken we onmiddellijk op. We landen hier op dit punt, dit strand, en we rukken op hier door dit bosgedeelte om uiteindelijk hier deze heuvel te bezetten. Als deze heuvel bezet is, dan is het ongeveer 10:00. We moeten daar om 10:00 zijn. Het is nu 6:55, plaatsen bij de omschepingspunten innemen. Strijk de boten. Commando Centrale, hier Brugradio. Bericht ontvangen dat de mijnenveegoperaties beëindigd zijn. Goed zo, SO. Laten we dan nu opstomen naar het punt Alpha. En als we daar zijn aangekomen, kun je de marsformatie laten innemen. Ja, commandeur. Zijn er, aan alle schepen, bij aankomst in punt Alpha, zonder nadere orders, op marsformatie innemen. Gevechtscentrale, hier commandocentrale. Wanneer zijn de SOS klaar om af te vliegen voor de onderzeepatrouille? Hier gevechtscentrale, Roger, wacht. Vliegbrug, hier gevechtscentrale, verzoeken mededelen wanneer de SOS klaar zijn om af te vliegen. Hier vliegbrug, over 5 minuten. Commandocentrale, hier gevechtscentrale, de SOS gaan over 5 minuten van dek af. Hier vliegbrug, verzoek in de wind te draaien voor afvliegen SOS. Vliegbrug, hier brug, we draaien nu af naar koers 260. De televisiecamera in de PAP-robot heeft in het bodemzand een oude zeepbeen gevonden. Met de opruiming daarvan zal de zee rond Nederland weer een stukje veiliger worden. En dat zoiets dan gebeurt met een enorme knal, illustreert de merkwaardige stelling. Zolang het vrede is, kunnen we de marine niet missen. Waar je mee te maken krijgt, je weet dat je wapens aan boord hebben. Ja, want je wil de afstand zo klein mogelijk maken. Zij hadden toen geen tolk bij ons, maar ja, ze begreep natuurlijk, als je dit doet, de handen omhoog, weet je wel. Dat begrepen de twee wel. Drie deden wel de handen omhoog en die andere die greep in één keer aan zo'n zakje. Snappen dan niet dat als je 5 maanden weg bent, dat je dan misschien een paar weken niks van je laat horen, weet je wel. Op een gegeven moment raak je je vrienden thuis gewoon een beetje kwijt. Ja, maar daar kies je zelf voor, zeg maar. Dat weet je eigenlijk wel van tevoren. Je echte vrienden, die blijven altijd. Dus. Je vrienden zitten bij de bazen. Het zijn lui waar je mee vaart. Chef, maak me gek!